van jezelf. Op het moment dat je kiest voor jezelf, als je gaat staan voor jezelf, dan ben je al vrij. Ja. En we denken vaak dat we zo afhankelijk zijn van, ja, van allerlei invloeden van buitenaf, van allerlei situaties. Je hebt een relatie, je hebt kinderen, je hebt een baan of een bedrijf. Allerlei verplichtingen waaraan je vast zit. Dus dat geeft misschien het idee of het gevoel van ik ben niet vrij, want er zijn allemaal andere mensen om me heen die ook iets van mij vragen, iets van mij willen. Maar uiteindelijk vind je daar niet... als je op die manier blijft kijken, dan zul je ook nooit de vrijheid vinden. Want die mensen blijven er altijd. Er blijven altijd mensen iets van jou verlangen. Het gaat uiteindelijk om dat je die weg naar binnen aflegt. Dat je daadwerkelijk gaat voelen van ja, maar ik ben aan zet. Ik heb de keuze. Ik heb de keuze om ja, mijn leven in te richten zoals ik dat wil. En zo dicht mogelijk bij mijn eigen kern, bij mijn eigen waarheid, bij hoe ik het leven zie en waar mijn kracht ligt. En op het moment dat je dat voelt, als je je ware kracht gaat ervaren en daar volledig voor durft te kiezen en voor durft te staan, ja, dan kun je alle uitdagingen die er om je heen zijn trotseren. Want uiteindelijk creëer je jouw eigen realiteit door de betekenis te geven aan de wereld om jou heen. Dat doe je zelf. De betekenis geef je zelf aan wat je ziet, aan wat je ervaart. Ja. En dat is vooral die beweging die ik met die mannen probeer te maken, door ze te laten zien van ja, alles, al jouw eigen tegenslagen of al jouw pijn en al jouw leed, uiteindelijk ben jij degene die betekenis geeft daaraan. Dus je hebt ook altijd de keuze van hoe ga ik daarmee om? Of hoe zorg ik ervoor dat ik er op een andere manier mee omga? Of hoe zorg ik ervoor dat ik kan accepteren dat sommige dingen ook zo zijn zoals ze zijn? En dat je soms ook gewoon je realiseert van ik heb niet overal invloed op. Want dat is vaak de grootste struggle. Dat we zo graag overal invloed op willen hebben. Of zo graag de controle willen hebben over alles wat er gebeurt in ons leven. Maar die controle, die mogen we juist loslaten. Ja. Want we hebben niet overal invloed op. Nee. De enige invloed die we hebben is hoe wij zelf omgaan met wat er in ons hoofd gebeurt. Met onze gedachten. En hoe wij omgaan met onze gevoelens. Dat is waar we invloed op hebben. Dus op het moment dat je de aandacht richt naar jezelf toe, de aandacht naar binnen, ja, dan krijg je de mogelijkheid om een nieuwe betekenis te geven aan je leven. Ja, dus hè, je zegt ook van, je doet eigenlijk ook geen concessies. Hè? Dus wat je doet is dat je kijkt van, ja, wie ben ik en wat doe ik? En dat je niet teruglegt of wijst naar de omgeving, naar de ander. Maar dat je eigenlijk in de spiegel kijkt en zegt van oké, dit ben ik. Hier loop ik tegenaan. En ik moet dat nu aangaan en die patronen ook doorbreken. Wil ik ook een stap kunnen zetten? Dat kan rationeel, maar kan ook gevoelsmatig. Maar dat het in verbinding is en ook met je lijf. Om ook eigenlijk een stap vooruit te kunnen voor mezelf. Voor je eigen groei. En nou weet ik dat je heel veel eigenlijk alleen maar alles in de natuur doet. Klopt dat? Of bijna? Ja, bijna alles. Bijna. Ja, ik doe ook wel wat online coaching voor mannen die ver weg wonen of in het buitenland zitten. Maar voornamelijk coach ik in de natuur. Ja. Ja. En waarom kies je ervoor om dat de total package, zeg maar, die reis om je missie te ontdekken, om je eigen leven weer te leren creëren, om dat in combinatie te doen met de natuur. Wat is jouw gevoel daarbij? Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, nou, de reden waarom ik daarvoor heb gekozen is dat ik bij mezelf ook naging, ook ja, in mijn eigen pad dat ik heb bewandeld, na een burn-out, waarin ik de weg naar binnen ben gaan bewandelen. En gaan afrekenen met al mijn blokkades, om het zomaar te zeggen. Toen ging ik me realiseren van ja, maar ik heb hier ook anderen mee te helpen. Ik heb ook andere mannen hiermee te helpen. Want ik merkte ook dat in de opleidingen, trainingen, alles dat ik volgde, was ik bijna de enige man in dat gezelschap. En
En, ja, en daarin miste ik dus ook echt die mannen. Want ik voelde wel van, ja, maar er zullen toch ongetwijfeld veel meer mannen zijn als ik, die, ja, die op zoek zijn naar zichzelf, of die ook die ruimte nodig hebben om zichzelf verder te ontplooien, om het beste uit zichzelf te halen. En dat is voor mij de reden geweest om op zoek te gaan naar die mannen. En toen ik mezelf ook ging voorstellen van, ja, op welke wijze zie ik mezelf dat doen, zag ik mezelf gewoon niet in een kamer zitten tussen vier muren. Ik voelde daarin ook helemaal van, ja, maar dat benauwt me. Want het gaat om vrijheid. Ja. De man wil vrijheid ervaren. En waar kun je dat beter ervaren dan, ja, dan in de natuur? Gewoon doen, ja. Gewoon doen. Dus in die natuur, en dat heeft sowieso allerlei voordelen. Kijk, en ik ben niet zo heel wetenschappelijk onderlegd van wat het allemaal doet. En de stofjes en de zuurstof die wij binnenkrijgen. En het zonlicht dat we dan binnenkrijgen. Dat heeft sowieso heel veel voordelen. Maar ook mentaal gezien en emotioneel gezien heeft het heel veel voordelen om in de natuur aanwezig te zijn. Sowieso brengt het je al echt eventjes op een hele andere plek, op een hele andere plaats dan waar je normaal gesproken jouw leven leidt. Thuis of op je werk. Op het moment dat je ergens in een situatie zit, ja, daarin zul je dus ook moeten onderkennen, dan is het heel moeilijk om op jezelf te reflecteren als je daar middenin zit. Want pas op het moment dat je bijvoorbeeld op vakantie bent, dan ga je je afvragen van, ja, maar wat doe ik eigenlijk de hele tijd? En als je daar middenin zit en in alle drukte en alle stress die je dan ervaart, ja, als je daar middenin zit, dan heb je dat niet altijd in de gaten. Pas als je eruit stapt, als je echt daadwerkelijk die helikopterview kunt hebben, dan pas ga je het zien. Dus die natuur, dus een totaal andere omgeving, helpt je dus ook om echt eventjes uit je realiteit te stappen. Om echt eventjes eigenlijk op een andere planeet, bij wijze van spreken, te verkeren. Ja. Om echt eens eventjes te kijken van, hé, maar als ik alles even heb losgelaten, wat blijft er dan nog over? Ja, ja. Dat is echt dat fysieke, hè? Dus je gaat echt fysiek verplaats je ook. Dus het is niet alleen mentaal of dat je het visualiseert, maar je stapt ook fysiek even in een ander... In een andere dimensie. Wereld. Ja, een andere wereld. Ja. Met je comfortzone. Ja. Want dat zorgt ook voor dat je ook makkelijker die patronen kan doorbreken. Hè? Omdat iedereen dat doet. Dus iedereen wordt uit zo'n comfortzone gezet. Dus je bent niet meer de enige. Dus zo werkt dat. Dus ja, heel tof dat je dat ook met mannen doet. Die natuur. Ik zie het ook allemaal voor me, hè, met die mannen. Geweldig. Dat is super geweldig. En het is ook zo mooi om ook meteen die diepgang te kunnen hebben. Het mooie is ook iedere keer weer als we met een groep mannen bij elkaar komen. En ook al zijn we wildvreemd voor elkaar, er ontstaat direct een veilige ruimte om de diepte in te gaan. Waarin je eigenlijk in het dagelijks leven, vooral mannen onderling, ik merk, en dat heb ik zelf ook gemerkt, dat het soms best lastig is voor mannen om daadwerkelijk de diepgang op te zoeken bij andere mannen. Omdat het toch meestal gaat over voetbal of gewoon wat praatjes over seks of gewoon lekker even een biertje drinken. En echt die diepte ingaan, dat is toch best wel een stap. Terwijl iedereen die bij me komt, iedere man die bij me komt, eigenlijk diep in zijn hart al zegt van, ja, maar ik heb gewoon die behoefte om dat te doen, om meer diepgang te hebben, ook met andere mannen. Om eens over het leven te kunnen praten, of over waar ik tegenaan loop in het gezin of in mijn werk. Om echt dus eventjes die kwetsbaarheid er te kunnen laten zijn. Gewoon dat ik gehoord word daarin. Ja, en dat het ook oké is, hè? Dat het oké is. Dat alles is gewoon oké. Ja. We zeggen ook, er is nooit één waarheid. Je hebt gewoon je eigen waarheid, dus alles is oké. En nou komen die mannen dan bij en die hebben inderdaad allemaal van die maskers op. Van weet je, dat gedoe. Biertje, hoe was jouw weekend, voetbalkids, noem maar op. Een beetje inderdaad het hele oppervlakkige. Want als we diepte ingaan, you never know wat er kan gebeuren. Wat voor rol speelt die law of attraction voor jou in het leven? Want ik las wel dat je daar onder andere, want je doet nog meer. Precies. Maar dit kwam wel steeds terug. Een soort rode draad.
Dus ja, mijn vraag aan jou is van, ja, hoe ziet die rode draad voor jou er dan uit? Waarom die law of attraction? Wat is voor jou daar zo leerzaam? Ja, de law of attraction, dus de wet van de aantrekkingskracht, heeft al een aantal jaar behoorlijk mijn aandacht, omdat daarin ook heel erg duidelijk naar voren komt dat wij onze eigen realiteit creëren. En dat is iets waar ik enorm in ben gaan geloven. En eigenlijk mijn hele leven al geloofde van, ja, ik ben degene die mijn eigen leven leidt. Niemand anders leidt mijn leven. Jij leidt jouw leven, ik leid mijn leven. En waarom laat ik mij dan toch vaak beïnvloeden door wat een ander zegt of wat een ander mogelijk verlangt of waarvan ik denk dat een ander dat van mij verlangt? Want dat is uiteindelijk ook die kern waar ik zelf naartoe kwam, is dat het eigenlijk een verhaal was in mijn eigen hoofd. Want natuurlijk, uiteindelijk verwacht niemand anders iets van jou. Want iedereen heeft het gewoon heel erg druk met zijn eigen leven. Maar het verhaal in ons hoofd maakt het zo sterk, maakt het zo groot, dat we vaak de aandacht hebben bij de ander of bij onze omgeving. En op het moment dat je leert die aandacht bij jezelf te hebben, ga je je realiseren dat, dat er heel veel in je hoofd gebeurt. Dat die gedachten er continu zijn. Dat we eigenlijk continu aan het denken zijn. En de law of attraction zegt in feite van, je creëert je eigen realiteit met de gedachten die je hebt en het gevoel dat daaronder ligt. Dus de emotie die daaronder ligt. Ja, ja. En ja, maar je hoort ook wel eens van Sander, je hoort ook wel eens vaak van, dan denk ik aan, ik wil morgen bijvoorbeeld een rode Ferrari op mijn oprit. Dus ik ga visualiseren, iedere avond in mijn hoofd daarover mediteren, rode Ferrari. Maar ja, dan zeggen ze, maar ik krijg geen rode Ferrari. Maar dat is waarschijnlijk ook wat je precies wilt zeggen. Dat die intentie moet overeenstemmen. Moet overeenkomen met je gedachten. Ja, dat precies. Dat ook, ja. Ja, want we creëren altijd onze eigen realiteit. Want ik zeg inderdaad, word de creator die je altijd al was. Ja. Je bent altijd al een creator geweest, maar nog niet altijd een bewuste creator. Ja. Veelal zijn we onbewust aan het creëren. Waardoor we onze realiteit, dat onze realiteit een vorm krijgt die we vaak niet eens willen. Maar toch hebben we dat via onze gedachten en onze gevoelens in ons leven gelaten. Hebben we dat aangetrokken. Ja, en dat heeft allemaal te maken ook omdat gevoelsmatig het niet rijmt, hè, met je hoofd-hartverbindingen. Dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Het belangrijk is dat die verbinding tussen hoofd en hart, dat noemen ze ook al alignment, hè, dat is een populair woord. Dat die in lijn zijn. En daarin geloof ik ook dat het enige onderdeel van ons zijn dat roet in het eten gooit, dat is ons hoofd, dat is ons mind of het ego, hoe je het ook wil noemen, die is niet altijd in lijn. Ja. Ons hart en onze ziel is altijd in lijn. Je hoeft eigenlijk niet te bedenken van, maar hoe zorg ik er nou voor dat ik mijn hart open? Nee, je hart is altijd al geopend. Het begint uiteindelijk hier door te gaan geloven dat je, dat je kunt voelen, dat je je realiteit creëert. Dat je gaat realiseren dat je niet je gedachten bent en dat je niet je gevoelens bent, maar dat je ze hebt om jouw leven te kunnen ervaren. Om te kunnen ervaren wie je bent en wie je wil zijn en wat je wil neerzetten. Ja, mooi gezegd. En ben ik dan benieuwd, want er komen die mannen en die mannen die hebben staan natuurlijk wel open, want ze komen natuurlijk naar jou toe, dus Precies. Er is wel iets al aan de gang, maar toch is het al een beetje onwennig. Als jij met ze bezig bent, wat is hetgene waar ze vaak tegenaan lopen, wat ze lastig vinden, waarvan je zegt, hey, dat is toch altijd wel een punt, de week zeker al, dat komt weer terug, want dat is stevast lastig om het om te buigen, om het doorheen te breken, om hoe je het ook wil noemen. Kan je daar een voorbeeld van noemen, wat vaak een terugkerend thema is wat mensen, mannen bij jou lastig vinden om te doorbreken? Ja. Uiteindelijk komt dat ook steeds weer neer op het
ja, het open en kwetsbaar zijn. Of jezelf durven laten zien, ook in het gezelschap van anderen. En voornamelijk in het gezelschap met andere mannen. Ja. Dus dat is toch vaak echt die uitdaging om die, ja, om werkelijk jezelf te zijn. Om die authentieke zelf te laten zien. En al die maskers af te gooien. Ja, ja, dus je letterlijk helemaal bloot te geven. Hè? Dat is natuurlijk altijd... Nou, zeggen we altijd ook al vaak, je doet dan geen concessies uiteindelijk meer. Want je gaat echt staan voor jezelf. Mm. Toch krijgen we vaak te horen, tenminste we spreken altijd in coaches en ook met de vorige persoon die ik heb geïnterviewd, is vaak de vraag die we ook krijgen, dat zie ik nu ook weer voorbij komen, is van ja, oké, dan sta ik voor een beslissing en ja, die moet ik dan gaan nemen. Maar ja, dat is altijd wel makkelijk gezegd, hè? Gewoon gaan, gewoon voelen wat je wilt en gewoon doen. Wat vaak is juist die drempel van, oké, ik weet het, ik heb je gehoord. Ik voel ook dat er iets moet gebeuren, maar dan die stap. Hoe ga ik dan die stap zetten? En tenminste, dat is mijn ervaring, dat juist vaak terugkomt van, ja, hoe maak ik dan die beslissing? Van, precies, ja. Ja, want het is dan vaak ook gewoon een kwestie van door die angst heen gaan. En ook je bewust worden van, ja, wat is dan daadwerkelijk die angst om een keuze te maken of om een stap te zetten. Ja, en vaak, en eigenlijk bijna bij alle mannen die ik coach, is dat een stuk een gevoel niet goed genoeg te zijn. Ja. Een gevoel van, ik ben niet goed genoeg. Dat is vanuit de kindertijd vaak al ingeprent, meegekregen vanuit de opvoeding, vanuit de ouders. Sowieso zijn al onze systemen daarop gericht. Het onderwijs is natuurlijk heel erg prestatiegericht. Dus alles is gericht op het behalen van de hoogst mogelijke cijfers. En voldoe je niet aan de norm, dan wordt er hard aan gewerkt. Dus onze hele maatschappij is er eigenlijk op ingericht van dat het uitgangspunt van je bent niet goed genoeg, tenzij je laat zien dat je uitblinkt. En terwijl het uiteindelijk andersom mag zijn. We mogen eigenlijk zien van iedereen is al perfect van zichzelf. Mm-hmm. En kijk, het onderwijssysteem, natuurlijk is het mooi om bepaalde vaardigheden te leren. Maar we mogen daarin misschien veel milder worden, ook in dat beoordelingssysteem. Wat we overal in terug zien komen, ook in organisaties natuurlijk, waarin je als medewerker wordt beoordeeld. Of dat er juist wordt gekeken naar jouw ontwikkelpunten, waar je dus nog niet goed in bent. Of de vaardigheden die je nog niet onder de knie bent. Daar wordt continu de aandacht op gericht. Dus we hebben altijd de aandacht op wat nog niet goed is. En dat moet verbeterd worden. In plaats dat we kijken van, maar wat is nou van nature jouw kwaliteit? Laten we daar eens de ruimte voor geven om jouw kwaliteit te ontwikkelen. In een organisatie ook. Want hoe mooi is het als die ruimte is voor jouw eigen kwaliteit? Want dat geeft die toegevoegde waarde. Dat maakt dat je het verschil kan maken. En dat je ook in teamverband juist je onderscheidt ten opzichte van een ander. En zo heeft ieder zijn eigen kwaliteiten. En op het moment dat we de focus hebben juist op wat er wel goed gaat, ja, dan zullen we allemaal groeien als mens. Want dan gaan we dus echt staan voor wie we werkelijk zijn. Ja, en als je dat zeg maar, want dat is mooi dat je gezegd hebt, je kan kijken naar kwaliteit, naar talenten van... Waar ben je gewoon in wezen, in essentie... Je bent natuurlijk in essentie gewoon al goed genoeg. Je bent zoals je bent. Precies. Dat is oké. Ja. Ja. En dat inderdaad vanuit bedrijven ook wordt gekeken. Niet alleen naar het functieprofiel. Hè, pas je in dat jasje, in het format. Maar van oké, wat zijn je talenten? En hoe kan je dat nou inzetten binnen dit bedrijf? Zodat wij met z'n allen verder komen. Dus een soort tribe. Hè, je wordt een soort community binnen je bedrijf. Zodat het gedragen wordt natuurlijk door... dat het niet alleen maar je medewerkers zijn, maar dat iedereen gewoon het bedrijf is. Dat is eigenlijk wat je ook zegt, hè? Dat is natuurlijk het mooiste. Dat is natuurlijk het mooiste, ja. Ja, ja. En dus nog even terugkomend op het niet goed genoeg zijn. Ja, dat is iets wat
ja, door al die systemen, door hoe we de hele maatschappij hebben ingericht, ja, daar wordt continu op gehamerd. Dus dat is eigenlijk er zo ingestampt dat het een patroon is geworden, dat het een overtuiging is geworden, waar ja, we allemaal op leven. We zijn erin gaan geloven, je bent niet goed genoeg, want je moet altijd laten zien dat je beter kan, dat je kan ontwikkelen, of dat je... Ja, dat wat nog niet goed is, dat je dat beter maakt. En daarom slaan ook de meeste mannen die je coacht door naar perfectionisme of naar pleaser gedrag. Altijd zorgen voor de ander, zichzelf wegcijferend. En de grote angst om te falen. Nou, ja, dat zijn vooral en die grote angst om te falen maakt het uiteindelijk zo lastig om een keuze te maken. Om echt achter een bepaalde keuze te staan. Want, ja, dan, want dat maakt je natuurlijk weer kwetsbaar. Dat maakt het natuurlijk mogelijk dat het misgaat. En omdat we helemaal vastzitten in dat patroon van niet goed genoeg zijn, de angst om te falen, is het natuurlijk heel erg moeilijk om dan ja, toch een keuze te maken. Om te kunnen accepteren dat het mogelijk misgaat. Ja, en dat dat dus ook oké is. En dat dat ook oké is. En dat je dan ook kan inzien als het dus misgaat, dat het dus ook heeft moeten gebeuren, omdat het niet jouw pad is om te volgen. Hè? Dat je dus vertrouwen ook hebt in dat proces wat jij ook heel mooi vertelt. Dat ook, ja, dat is eigenlijk het vertrouwen van het is oké, dan niet. Maar ik ga het niet meer zo doen, ik ga het op die manier doen. Precies. En nou zeg je ook heel mooi in die mannenwereld, vooral in die commerciële wereld ook, dan heb je vaak te maken met of pleasers of de winnaars, hè, die alleen maar voor de targets gaan en zorgen voor de nieuwste leasebug, whatever, maar dat moet meer. En dan zit inderdaad dat zit angst onder, faalangst. Ja, dan val je van je troon af, weet ik veel wat voor op zit. En als die dat soort type winnaars of mannen in jouw traject komen. Wat is het mooiste cadeau? Ik noem dat een cadeautje. Wat is het mooiste cadeautje wat ze zichzelf dan geven bij jou? Wat zie je dan ontstaan? Want als je in zo'n mentaliteit, in zo'n red race zit, hè, dus continu maar jager en door. En één keer zegt iemand nee, ik trap op jouw rem. En dan moet je dus stilgestaan en dan kom je jezelf tegen. Wat zie je vaak dan, ja, ben ik zelf heel nieuwsgierig. Nou, wat zie je dan gebeuren bij zo'n mindset van ik moet niet falen, ik moet winnen, ik moet... Ja, wat ik heel vaak zie ontstaan op het moment dat ze zich echt volledig openstellen en dat... want de sessies, als ik één op één coach bijvoorbeeld, ja, bestaat de sessie eerst uit gewoon even een wandeling door de natuur. We maken wat kennis en we doen eigenlijk al, we levelen dan al even op van wat zijn dan de pijnpunten, waar loop je tegenaan? En meestal kom ik dan ergens uit op een heel mooi rustig plekje in de natuur waar we gewoon echt eventjes de ruimte pakken om die stilte in te gaan. Soms een meditatie te doen of een ademreis te maken. Of wat ik vaak ook toepas is eye gazing. Dus dat in ogen aanstaren om gewoon echt te zakken vanuit het hoofd vandaan. Want dat is eigenlijk de grootste worsteling. Om uit je hoofd te komen en echt te connecten met je hart. Ja. Ja, en als die ontspanning, want dat is waar ik naartoe werk. Inderdaad door jezelf de toestemming te geven om vanuit ontspanning in het leven te staan. Om jezelf niet meer zulke hoge... eisen te stellen, want het is uiteindelijk stellen we die eisen aan onszelf. Wij leggen die lat continu hoog. En wat ik vaak meegeef is van ja, een uitdaging hebben we ook nodig als man. En het gaat voornamelijk om de gezonde uitdaging. En op het moment dat het een ongezonde uitdaging wordt, ja, dan ga je eigen grenzen over. En op het moment dat ze gaan voelen dat ze mogen ontspannen, ja, meestal breken ze dan. En dan zie ik ook van, dan komt het besef. Dan voelen ze ook van, ik mag ontspannen. En dat is dan zo'n enorme opluchting. Ja, ja. Om echt te mogen ontspannen. Van, ik mag alles even van me af laten vallen. Ja, ik hoef al die lagen niet meer... Ja, al die lagen of al die ballen in de lucht niet meer te houden. Nee, ik hoef niks hoog te houden, maar ik mag gewoon zijn. Ja,
Ja. En juist door die, inderdaad, dat is mooi. Dus door de ontspanning komen ze weer in hun zijn. En dan kunnen ze inderdaad oprecht die verbinding maken vanuit hun hoofd naar hun hart. En vanuit daar kan je dan weer een stap zetten. Oké, wat betekent dat dan voor mij? Ja, wat heb ik hier dan te doen? Of nou ja, eigenlijk dat. Hè? Wat is mijn purpose of life? Of ja, wat is mijn purpose? Of hoe ga ik die stap zetten? Ja. En wat ik merk is ook door echt die diepte in te gaan, ook door bijvoorbeeld in een ademreis te gaan, dat die energie of de frequentie eigenlijk al zo verhoogd wordt, dat je eigenlijk veel meer lichte energie toelaat in je hele systeem en die zwaarte loslaat, dan verdwijnen ook eigenlijk de problemen die ze denken te ervaren, die verdwijnen dan als sneeuw voor de zon. Want als ze dan uit zo'n ademreis komen, krijg ik ook meestal te horen van eigenlijk wat ik dacht dat een probleem was, het voelt helemaal niet meer als een probleem. Nee, mooi. Ja. En dat is wat uiteindelijk voor iedereen de weg is. Op het moment dat je zorgt dat jouw eigen energie hoog is. Dat je je eigenlijk ontdoet van alle zwaarte in jezelf. Dan resoneer je op een hoog niveau. En de hoge energie of hoge frequenties. Ja, dat zijn de gevoelens van vrijheid, vreugde, vrede, liefde. Ja. En de zware energieën. Ja, dat zijn schuld, schaamte, boosheid, verdriet. Ja, die zorgen ervoor dat je ook in die angst blijft zitten. En dan zie je natuurlijk, zie je beren op de weg. Want je resoneert op die frequentie. Ja. Dus dan trek je ook, want dat is ook weer de wet van de aantrekkingskracht. Precies. Op het moment dat je in die staat van zijn verkeert, dan trek je ook steeds die situaties aan die dat bevestigen. Of die dan ook zeggen, zie je nou wel, ik ben niet goed genoeg. Zie je nou wel, het lukt me niet. En zo blijf je natuurlijk in dat cirkeltje ronddraaien totdat je ervoor kiest van ik zorg ervoor dat ik me daarvan ontdoe, dat ik daardoor heen ga en mijn energie omhoog breng. Ja, en dan krijg je ruimte om die zwaarte los te kunnen laten, om dat achter je kunnen te laten. Dan heeft het minder grip op je, minder vat op je. En vanuit die hogere frequenties kom je juist ook in contact met jou, met het potentieel, met mogelijkheden. Dan ga je juist, en dan switcht er ook iets in die mind, want dan ga je dus vanuit positieve gedachten, vanuit kansen en mogelijkheden denken in plaats van beperkingen. Ja, ja. Ja, dus dan ga je inderdaad niet meer dat fixed mindset, hè, maar dan ga je naar die growth mindset. Dan ga je naar de growth mindset, dat je het ombuigen. Precies. En, denken heel vaak mensen, dan moet ik heel groot en dan moet ik huilie-huilie, noemen ze het altijd vaak. dan huilie-huilie. Ik zeg, dat je gaat huilie-huilie. Het gaat om dat je inderdaad het gaat proeven, dat je het gaat ervaren dat het werkt. En ja. Een klein stapje wat mensen al zeg maar kunnen gaan proeven, kunnen ervaren, hoe dat dan werkt, hoe dat dan voelt. Want ze hebben altijd het idee dat het heel groot moet zijn. Hè? Precies. Dat je de huilie moet gaan doen. Ja, precies. wat ik meegeef in de laatste dagen, geef ik dat ook eigenlijk aan alle mannen mee die ik heb gecoacht. Uiteindelijk is het natuurlijk wel heel mooi om jezelf te visualiseren van hoe ziet mijn ideale leven eruit? En in de mooiste situatie van hoe ervaar ik dat? Welk gevoel heb ik daarbij? Dus groot denken mag. Het is heel mooi om groot te denken. Maar begin klein, zeg ik altijd. Ja. Maak het klein voor jezelf. Maak het behapbaar. Maak het overzichtelijk. En dat maakt ook dat je in het moment bent, in het nu, wat er vandaag is, dat je gewoon kijkt naar vandaag, van wat heeft vandaag, welke mogelijkheden zijn er vandaag? En dat je ook kijkt naar van hoe vul ik mijn tijd? Iedereen heeft 24 uur in een dag. Iedereen, de meest succesvolle mensen hebben dat, en de meest miserabele mensen hebben precies zoveel tijd, en alles wat daartussen zit. Ga eens op zoek naar van, maar wat geeft me energie gedurende de dag? En wat kost me energie? En alles waarvan je het gevoel hebt van dit kost me energie, zoom daarop in. Kijk van wat kan ik dan laten van wat zwaar voelt. En ga niet op zoek naar de meest moeilijke dingen die je achter moet laten of moet loslaten. Nee, kijk dan in ieder geval wat je heel eenvoudig achter je kunt laten. Waar je ruimte voor kan maken weer voor iets nieuws of voor iets mooiers of waar je wel energie van krijgt. Ja.
Dus, ik zou, dus dat is eigenlijk al het startpunt van, dat noem ik dan cut the crap. Je zorgt ervoor dat je gewoon echt eventjes die onzin, alles wat je energie kost en wat ook nutteloos is, of wat geen bijdrage is aan je leven, of om dat te schrappen. Ja. Ook al is dat een heel klein dingetje, ook al is dat maar 10 minuten van je dag. Ja, streep het door, als dat mogelijk is. Ja, want er had hier iemand ook gereageerd. Dat is een vrouw natuurlijk, maar die zegt, mannen die uit hun pc kunnen blijven. Ja, wat je vaak ziet natuurlijk, ik weet het niet, ik ken de onderzoeksgetallen niet, maar je ziet wel vaak dat het vluchtgedrag natuurlijk gaat ontstaan. Mm. Dan is het gamen is natuurlijk wel weer, staat toch wel deels denk ik nu op nummer 1 naast andere soorten verslavingen. Ja. En dat zie je vaak bij jonge jongens al natuurlijk al beginnen. Dus mannen die uit hun pc kunnen blijven. Ja, want heb je daar wel eens mee te maken gehad trouwens? Met mannen die, ondernemers kunnen natuurlijk ook, die verslaafd zijn aan, maakt niet uit wat. Maar ook dat de pc, dat ze continu op hun telefoon, want het is natuurlijk... Ja, precies. En hoe zou jij zeg maar, want ik denk dat Gietje... daar een antwoord op zou willen hebben van goh, hoe zou je dat patroon dan kunnen doorbreken? Hoe zou je die man zeg maar bewust kunnen laten maken van hey, gast, om het even zo te zeggen, kom eens van het scherm af en ga dan eens verbinden met je de echte wereld. Mm. Ja. Kijk, het is sowieso heel moeilijk om een ander te overtuigen. Om zo maar te zeggen van ga eens van die pc af. Ja, daar zullen ze dan gewoon niet naar luisteren. Ja. Dus ze moeten zelf die motivatie voelen of de nood moeten voelen om dat te veranderen. Of om een patroon te doorbreken. Dus ik zou dan in eerste instantie het gesprek aangaan van of ze zich ervan bewust zijn. Ja, wat een mogelijk patroon is op het moment dat ze dan achter die pc gaan zitten of gaan gamen, wat ze daarbij voelen en of ze dat willen op die manier. Ja, of ze het anders zouden willen, gewoon een vraag stellen. Ja. Uiteindelijk gaat het er wel om dat ze zelf die motivatie vinden om iets te doorbreken, om iets te veranderen. En zolang ze die noodzaak niet zien, dan kun je blijven vechten of blijven trekken. Maar dat werkt uiteindelijk niet. Uiteindelijk moet het besef bij de persoon zelf komen van... maar wat ben ik eigenlijk aan het doen? Helpt het mij of is dit dienend voor mijn leven? Ja. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. Dus het is eigenlijk altijd eerst weer die verbinding, hè? Normaal, gewoon heel simpel, eigenlijk simpel. Ik zeg altijd simpel, maar het is gewoon de communicatie, gewoon een conversatie aangaan van... waarom is dat zo belangrijk voor je, dat gamen? Of wat brengt het jou? Gewoon eigenlijk op die verbindingen. En vanuit daar zet je dan weer, stapjes. Nou, mooi. Ja, super. Er staat hashtag Team Love in plaats van hashtag Team Life. Super. Oh. Cool. En even kijken. Nee, voor de rest zijn er nog geen vragen. Sommigen kijken het later terug, want soms zijn we aan het eten, noem op. Maar jongens, het maakt niet uit of je het later terugkijkt, want mocht je nog een vraag hebben, stel ze gewoon. En dan kan ik kijken of Sander er kort een keer op kan antwoorden. Precies. Dus don't worry, het komt allemaal goed, er komt een opname. Maar zet er wel dan even bij weer die hashtag Team Replay, want dan weet ik tenminste dat ik de vraag dan weer niet heb gemist, hè? Dat is mijn dingetje. We hebben natuurlijk al een beetje gehad over die hart-hoofdverbinding. En dat je dat vooral doet ook door met de mannen de natuur in te gaan. Zodat ze echt tot ontspanning komen. Dat ze daardoor ook durven om zich letterlijk ook bloot te geven. En dat dus in een veilige omgeving ook gebeurt. Want dan kan je zeg maar een patroon doorbreken. En dan kunnen ze ook meer de essentie voelen waarom ze, wat ze te doen hebben. Hè? En waar ze nog aan moeten werken voor zichzelf. En wat ze mee naar huis kunnen nemen. En je zegt ook van dat heeft ook alles te maken een beetje met die wet van de aantrekkingskracht. Dat je zorgt voor een hoge en lichtige trilling in feite. Resonantie. Ja. In plaats van in die
zware, ik ga daar allemaal van zuchten, zware energie. Ja, precies. Jezelf in verankerd houdt. Ja, eigenlijk wil je dat los krijgen. En dat daardoor ook mensen, zeg maar, de mannen, in hun, ook voor hun bedrijf, goede beslissingen kunnen nemen. Precies. Maar het begint natuurlijk altijd vanuit jezelf en met jezelf. En mensen vinden het ook lastig. Dat zeggen ze ook, ja, makkelijk gezegd. Hmm. Maar het mooie is ook dat jij zegt van ja, het kan al met iets heel kleins. Dus al is het maar dat je in 10 minuten in plaats van dat je op de bank Netflix loopt te kijken, dat je zegt ik ga 10 minuten wandelen. Precies. Maar even langer met de hond. Of, Ja, dat zou ik ook iedereen aanraden. Gewoon echt even de natuur in. En ik heb ook wel eens iemand gesproken. Ja, die ging dan inderdaad, die had ook een hond. En die ging iedere avond met die hond nog eventjes naar buiten. Maar hij liep altijd als een gek die straten rond, alsof hij de marathon moest halen. Maar uiteindelijk gaat het daar ook om. Van ja, op het moment dat je even met de hond uitgaat. Ja, ook dan kun je dat ook op een mindfulle manier doen. Gewoon door eens eventjes bewust te zijn van alle stappen die je zet. Bewust te zijn van je omgeving, de natuur, de vogeltjes die je mogelijk hoort fluiten. Of wat je ruikt. Alle zintuigen even prikkelen. Dan op die manier openen zich weer nieuwe dimensies. Dan alleen maar het denken. Alleen maar ons hoofd. Want door alleen maar in je gedachten te zijn, dan ben je meestal bezig met wat er gisteren was of wat er morgen nog moet. Ja. En op het moment dat je mindful even bezig bent met wat er nu is, wat je nu ruikt, wat je nu proeft of voelt, dat brengt je echt in dit moment, in het nu. Ja, en zeg maar als je dat kan, dat schakelen, want uiteindelijk wat je ook zegt, hè, je bent altijd lerende, je hebt altijd shit, je loopt altijd tegen dingen aan, ik bedoel. We zijn allemaal niet verlicht of zo. Het is allemaal nog heel aard. Maar het mooie is natuurlijk dat je wil dat mensen daarin leren schakelen. Dus dat je, als je een uitdaging hebt, dat je daar ook in plaats van dat je denkt, heftig. Dat je zegt, nee, oké, kom maar op. En wat gaat het voor mij betekenen? Ja. Maar je wil natuurlijk ook dat ondernemers of business coaches, wie dan ook, dat natuurlijk die boodschap ook kunnen verspreiden binnen hun team, binnen hun bedrijf, omdat daardoor ook je bedrijf wat dat betreft ook gezonder wordt en daardoor ook op, maakt niet uit op wat voor manier, beter gaat groeien. Is dat ook zo als ik het zo zeg? Klinkt dat logisch? Of? Uiteindelijk, op het moment dat je dingen implementeert in je leven die jou helpen, die jou dienen, die ervoor zorgen dat je je gelukkiger voelt of dat je je prettiger voelt of meer vreugde ervaart. Op het moment dat je dat al doet of iets verandert in jouw patronen waardoor je dat ervaart in je leven, dan ben je al het voorbeeld. Ja. Je kan het natuurlijk delen met anderen, maar door het te zijn, door gewoon zo te leven, door te tonen wie je daadwerkelijk bent, heeft dat al vat op iemand anders. Want je straalt het gewoon uit. Ja, want op het moment dat je gelukkiger of lekkerder in je vel zit, dan zal iedereen dat ook zien en ervaren en voelen. En eigenlijk gaat het daar al om. Op het moment dat je gewoon jezelf bent, dan heb je altijd invloed op een positieve manier op een ander. Ja, ja. En ook zeg maar als leider, hè, als je een teamleider bent of je bent gewoon baas van je eigen bedrijf, je hebt werknemers, is ook die kwetsbaarheid tonen en ook durven te delen is essentieel, hè, precies. Het resoneren en dat mensen zich ook veilig en vertrouwd voelen om dat zelf te doen. Want ik denk als je dat zeg maar kan als ondernemer of als, maakt niet uit, manager, maakt niet uit, dat je dan door die verbinding ook meer weet wat er speelt. En dat je daar ook veel beter kan aansluiten op de behoeftes van niet alleen van die persoon, maar uiteindelijk ook voor de onderneming, organisatie breed. Hè? Voor de organisatie zelf, ja precies. Het is uiteindelijk op het moment dat je medewerkers hebt die meer in hun kracht staan, die gelukkiger in hun werk zijn en ook ervaren dat ze toegevoegde waarde hebben, en dan zal dat ten goede komen van het hele team, van het hele bedrijf. Ja. Maar dat vraagt ook van de leider of de manager om
ja, die gelijkwaardigheid op te zoeken. En natuurlijk heb je in organisaties heb je te maken met hiërarchie en staat de manager boven, ja, zijn mensen. Maar op het moment dat je, ja, op bepaalde vlakken gelijkwaardigheid opzoekt, door gewoon te laten zien, ik ben ook een mens en ik heb ook mijn onzekerheden, of laten we eens kijken, we ervaren deze problemen, laten we daar eens op inzoomen met elkaar. Die basis van gelijkwaardigheid is zo belangrijk. Ja. En dat vraagt ook om de flexibiliteit van een leider, van een manager, om, ja, zich dus ook aan te passen aan het team. Om zich dus ook kwetsbaar op te stellen op momenten dat dat nodig is. Ja. En op momenten dat het nodig is om er gewoon te gaan staan, dan mag dat ook, mag er ook zijn. Ja, en dat is ook echt die verbinding, hè, van die oprechte verbindingen ook met de juiste intentie ook er zijn voor elkaar, ook als, ja, manager. Of, want uiteindelijk wil je natuurlijk dat als iedereen, zeg maar, zich happy voelt, hè, dus dat zich veilig voelt, ook meer vanuit het hart durft te zijn, dan zul je ook zien dat, tenminste zo is mijn ervaring, dat mensen ook zich, ja, ook meer conformeren aan het bedrijf, ook meer loyaal, maar ook minder ziek zullen zijn of wat dan ook. Precies, omdat ja, ze, ja, ja, het idee ook hebben dat ze, niet alleen het idee, maar ook gevoelsmatig ook, die verbinding voelen van, hé, we zijn één met z'n allen. Ondanks dat, ja, ja, precies, jij dit, het verschil zit in het takenpakket en wat je te doen hebt, maar gevoelsmatig, energetisch iets, maakt het niet uit. Zijn we allemaal in hetzelfde stuk. Ja, ja, precies. En wat ik daarin zelf ook wel ben tegengekomen, ik heb ook in een organisatie gewerkt waar ik leidinggevende ben geweest en ook heb gewerkt met leidinggevende. Het is best lastig om die kwetsbaarheid te tonen. Ik merkte dat ook bij mijn collega leidinggevende, dat ze dat gewoon heel erg moeilijk vonden. En soms ook het idee hadden van, ja, maar als je jezelf kwetsbaar opstelt, ja, dan word je soft, of dan gaan je medewerkers een loopje met je nemen, of dan nemen ze je niet meer serieus. Maar tegelijkertijd, ja, is dat die gedachte, dat ontstaat ook vanuit een angst. Ja. Dat gaat ook vanuit een gevoel van, hey, op het moment dat ik dat laat zien, die kwetsbaarheid, ben ik niet goed genoeg meer. Ja. Want dan pas ik me dus aan, of dan laat ik niet meer zien dat ik sterk ben. Ja. Ja. Terwijl ik dat wel zou moeten zijn. Ja, dat is meestal de overtuiging die erop zit. Ja, van, ja, precies. Vooral bij managers, maar ook bij bedrijven of eigenaar. Van, ja, hallo, ik moet de kar hier trekken. Dus precies, laat ik maar. Ja. Terwijl het dus, hoe heet dat? Soms tegendraads kan werken, omdat het juist gaat om, nee, als leider ben je ook kwetsbaar. En als je dat durft te laten zien, dan, ja, dan in mijn ogen, gevoelsmatig, ben je dan ook echt een leider. Omdat, precies. Dan op dat gevoel geen verschil zit. Ja, kijk, en als er dan een moment is dat, ja, dat er wel iets gedeeld moet worden, of een duidelijke visie uitgesproken moet worden, ja, dan mag je er gewoon gaan staan. Ja. En dan hoeft dat ook niet vanuit macht, van of dit is wat het is. Nee, je kunt dat dan ook gewoon vanuit jezelf en vanuit die openheid en kwetsbaarheid delen. Ja. En dan, daar ontstaat dan veel meer gedragenheid in, want dat komt dan ook uit je hart vandaan. Ja. Dan komt het niet vanuit je hoofd van, dit gaan we doen en luisteren. Nee, als je het echt deelt vanuit je hart, vanuit je gevoel, dan komt het binnen. Ja. Dan wordt het ook aangenomen, dan wordt het ook geaccepteerd. Ja, ja, en dat dus heeft ook met die resonantie te maken, hè? Want dat resoneert ook beter vanuit. Precies. Want dan, ja, dat noemen we ook wel, dat congruent, dat komt overeen. Dus wat je zegt is ook wat je voelt. Dus die intentie klopt ook. En, precies, ja. Vaak als je ziet als dingen niet werken, bedrijfsmatig of persoonlijk, dan klopt het, dan is het hoofd-hart staat niet in verbinding. Dus je zegt wel wat, maar gevoelsmatig klopt er gewoon geen bal van, om even zacht uit te drukken. Ja, ja, ja. Maar mensen dus ook niet denken van, ja, waar heb jij nou weer over? Of, dus die congruentie is inderdaad wel heel erg belangrijk. Voordat we gaan afronden, Sander, is wat zou jij op dit moment aan mensen willen doorgeven? Als je zegt van, ja, dit is nu een belangrijke boodschap die ik nog wil meegeven aan mensen, luisteraars. Ja. Ja, ja, ja. Ja,
mijn grootste eye-opener in de afgelopen jaren is toch echt wel geweest. Een moment dat er tegen mij is gezegd van, ja, ga eens op zoek naar jezelf. Wie ben je echt? En ik ben toen als een gek gaan zoeken naar wie ben ik? En wie, ik ben me gaan vergelijken met anderen. Ik ben om me heen gaan kijken van hoe is die? Van wie ben ik in dat geheel? Tot ik ergens op een moment tot de conclusie kwam, ja, maar ik ben wel aan het zoeken buiten mezelf, maar dit is al wie ik ben. Ja, mooi. Dus wat ik mee wil geven, op het moment dat je op zoek bent naar jezelf, je bent het al. Je bent het al je hele leven. En jij weet als geen ander wie jij bent, alleen is er vaak nog een laag omheen wat het moeilijk maakt om dat te laten zien. Of een angst om die werkelijke zelf, die ware zelf, te tonen. Maar dat, die ware zelf is er al jaren. Die is nooit verdwenen. Die is nooit weg geweest. Nee, dat is er al. En daar mag je volledig voor gaan staan. Je mag dus ja, volledig omarmen van, ja, maar dit is gewoon wie ik ben. En daar hoef ik helemaal niets aan te veranderen. Nee. Want, nee. Want dit, dit ben ik. Ja, het is zoals het is. Ja. Het is zoals het is. En ondanks het feit dat er misschien heel veel mensen zijn die heel veel advies hebben van dit kun je anders, dit kun je beter. Of die, ja, die een goed advies voor je hebben. Uiteindelijk kan niemand in jouw hoofd kijken, in, jouw, in wie jij bent. Want jij bent een unieke persoonlijkheid, jij bent authentiek. De enige die bepaalt wie je bent, dat ben je zelf. Mooi. En dat is het uitgangspunt. Ja. Dus je kunt natuurlijk heel veel hulp vragen, een coach inschakelen. En ik zeg dat ook eigenlijk altijd tegen mijn klanten die bij me komen van eigenlijk, je hebt mij niet nodig. Natuurlijk is het heel mooi om ja, op weg geholpen te worden en ik neem je mee aan de hand. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor hoe jij je leven inricht. Ik kan dat niet bepalen. Nee. Ik kan je hooguit een richting geven door vragen te stellen of de diepte in te gaan om jouw eigen waarheid helder te krijgen voor jezelf. Want uiteindelijk zit het al gewoon in jou. Zeker. Alleen, en dat mag er alleen nog maar uitkomen of daar mag je nog wat meer vertrouwen in krijgen. Want daar gaat het ook uiteindelijk om, dat je vertrouwen krijgt in jezelf, in wie je altijd al geweest was. Ja. Ja, mooi. Mooi gezegd, ja. Ja. Ja, en dat is ook al wat ik altijd zeg, hoor, van ik ben hier niet de probleemoplosser. Je mag het zelf doen. Het antwoord heb je in jezelf. En ik zeg, daarom zei ik ook in het begin ook, gun jezelf ook dat cadeautje. Weet je, dat je dat... want dan, als je dat doet, inderdaad wat je ook zegt, van ja, je moet het zelf doen, daar komt het op neer. En jij bent inderdaad ook om mensen daarin te begeleiden, van hoe doe je dat dan? Hoe kom ik daar dan weer? Maar als je dat kan... Ja, dat is het cadeautje, want dan precies. Gaat het vanzelf wel stromen. En dan ga je doen wat je moet doen. En je hebt het inderdaad ook op je website geschreven. Zelfs ik, je moet mij ook niet altijd maar over 100% in geloof wat ik zeg. Weet je, want ik precies. Ben ook maar ik en jij bent ja. Jij. Ja, ja, dus precies. Vond ik wel heel mooi om te lezen inderdaad op je website dat je dat had opgenomen. Ja, vind ik wel heel tof. Want ik denk ook dat mensen dat moeten beseffen van... Als je zelf iets wil dat het echt in jezelf al zit. En dat je het zelf moet doen. En dat er wel mensen zijn die daarin kunnen begeleiden en ondersteunen. Precies. Ja, mooi. Sander, nou tof. Wil je nog wat kwijt, Sander? Of heb je zoiets van nou? Het enige dat ik nog zou willen zeggen tegen iedereen die dit ziet. Maak in ieder geval gewoon echt die keuze. Voor jezelf. Fijn. En dat is, ja, durf te kiezen voor jezelf. Dat is ook de naam van jouw groep. Maar dat is het ook gewoon. Durf, ja. Durf daar volledig voor te kiezen. Ja. Ja, ja, mooie afsluiting. Dat ja. Is de reden waarom dat... Nou ja, dat zinnetje ook heb ja, opgeschreven. Ja, precies. Ja. En waarvoor ik je ook heb uitgenodigd van ja, hoe jij mensen daar dan weer in begeleidt. En dat is denk ik wel heel duidelijk geworden. En nogmaals, dank daarvoor. Ja, graag gedaan. Voor iedereen die nu kijkt of die straks kijkt, laat me even weten wat jullie inzicht is geweest. Ja, mijn inzicht is toch weer van die law of attraction inderdaad, met die zware en lichte energie, dat je daarin ja, kan schakelen en dat je zelf ervoor kan kiezen hoe je daarmee omgaat. En dat je dus ook beseft van,
als je in je comfortzone blijft, ja, dan blijf je daar ook in. Omdat je dat blijkbaar dan ook prettig vindt. Maar als je daar uit wil breken, dat je dus met kleine stapjes dat al kan doen. En ik denk dat ook wel de grootste vraag is altijd binnen deze groep. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, met een klein stapje. Al is het wat je zei, 10 minuten bewust wandelen. Dus niet met oordopjes of op je telefoon, maar gewoon er zijn. Dat was mijn grootste inzicht. Dus ik zou zeggen, mensen, laat het weten. Mocht je nog vragen hebben, stel ze ook. En dan komt het helemaal goed. Dus Sander, dank je wel. Graag gedaan. Fijne avond allemaal.